Yo, Nintendo fans! Hij is er hoor, de 3D Mario All-Stars collectie. Met daarin drie oude Mario games die we nu opnieuw kunnen gaan spelen op de Nintendo Switch. Welkom bij een nieuwe serie. Nieuw? Ja? Verzon je maar een keer iets nieuws! Zal ik even verzinnen dat jij gewoon weer lekker hier gaat chillen? Hij is gewoon boos dat hij niet zoveel meer in de video kwam. Doe even een blauw duimpje omhoog als je hem wel in de video wil, dan zal ik het even vertellen. Anyway, Super Mario 3D All-Stars en daarin zitten deze gamepiece, Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. En die laatste die gaan we spelen, want die heb ik zelf nog nooit gespeeld. Ja hoor, daar is die Super Mario Galaxy. En het is dus zo dat je moet sturen op deze manier. Elke 100 jaar is er een komeet die in de lucht boven Mushroom Kingdom verschijnt. Op een jaar was de komeet zo groot dat hij de hele lucht vulde en allerlei vallende sterren zo, bam, de wereld instuurde. De Toads die brachten de vallende sterren naar het kasteel en daar werden ze de grote Power Star. Het had een hele mooie, blije tijd moeten zijn voor de inwoners van Mushroom Kingdom. En het was de nacht van het Sterrenfestival, want daar vierden ze dat die komeet ooit heeft bestaan. En daar is Princess Peach. En ze zegt dat ze wacht op Mario in het kasteel op de nacht van het Sterrenfestival. Want Peach wil iets gaan geven aan Mario. Nou, dat klinkt goed, Peach. Kijk hem gaan, die Mario. Nice. Ik ben zo benieuwd naar deze game, jongens. Nogmaals, ik heb deze dus gewoon nog nooit gespeeld, hè? Wat is dit allemaal? Zijn dit allemaal superpowers, superstars? Hoppakee, ik spring op die bakkes van die Toad. Sorry, Toad. Oh, wacht even. Hij heeft ook nog een sterretje. Hallo? Mag ik die ster? Ik wil die ster. Ja, het zijn sterrenfragmenten. Het zijn niet echt sterren natuurlijk. Nou, let's go Mario. Het ziet er wel vet uit hoor, jongens. Kijk, al die Toadjes staan dan daar met die mooie schildjes en zo. Kunnen we hier ook naar binnen of zo? Denk het niet, hè? Nee. We kunnen wel deze sterrenfragmentjes even pakken. Maakt het toch uit of we die pakken of niet? Of moeten we gewoon keihard doorrennen? Oh, nee. Oh, is het weer Bowser? Het is ook altijd Bowser, hè? Daar is hij weer met zijn schippie. Potverdorie, Bowser. Of zijn het de Broodles? Nee, die bestonden toen nog niet. Het zijn nog niet de Broodles uit Super Mario Sunshine. Dat geloof ik nooit. Maar het zijn best wel veel schepen, trouwens. Ik wist niet dat ze er zoveel hadden. Kijk wat hij doet met al die Toads. Nee. Hij verandert al die Hè? Wat voor superpower heeft Bowser opeens te pakken, joh? Dude. Wat doe je? En waarom doe je dit? Ja, je wil Peach natuurlijk weer beroven uit de kasteel. Oh, dit gaat natuurlijk weer helemaal fout. Het was zo'n mooie avond. Hé, die kennen we. Is dat degene die Peach gaat beschermen? Of is het Mario degene die Peach gaat beschermen? Het welbekende muziekje. Oh, daar is die hoor, daar is die. Daar is die Bowser. Laat Peach met rust. Mario, schiet eens op. Als je even opschiet, kan je dit misschien voorkomen, Mario. Kom op. Kijk hem gaan. Je bent uitgenodigd voor de creatie van mijn nieuwe universum. Het festival is voorbij. Hij heeft een of andere magische thunder power. Hij lijkt wel een Pikachu, man. Doe hem maar. Oh, wow, wacht even. Wat is daarboven? Dit kan nooit goed gaan, jongens. Dit kan helemaal nooit goed gaan. Waar moet ik naartoe? Nee, ik moet sowieso hier naar boven. Kom op, Mario. Tempo. Zie je Peach al aan het schreeuwen? Die zegt, help me. Kunnen we niet gewoon hier overheen? Ja, precies. Ik ga niet de weg volgen. Ik ga gewoon rechtstreeks naar het kasteel. Peach, ik kom je helpen. Hij heeft gewoon een spaceship. Bowser is gewoon een alien geworden, man. Bowser heeft gewoon alien powers. Nee. Doe dit nou niet. Ga je nou gewoon heel het kasteel mee jatten weer? Dat probeerde je in Paper Mario The Origami King. Oh nee, dat probeerde Bowser helemaal niet. Dat was Olly. Mario, snel, spring. Ga mee. Oh nee. Oh oh. Ik had dus echt verwacht dat hij dat kasteel gewoon een soort van laserbeam zo hoppakee in zijn alienschip zou trekken. Maar nee, hij heeft nog de moderne, of nee, de ouderwetse ketting heeft hij gewoon. De kettingtactiek, jongen. What? Kijk hem gaan, man. Bowser. Mario is mee, hè. Pas op. Mario komt gewoon met je mee. En als Mario meekomt, dan loopt het fout af voor Bowser. Dat weten we allemaal. Wat gebeurt hier allemaal? Wie zit er in de spaceship dan? Daar zit Bowser toch niet in, of wel? Bowser zat net op zo'n normaal schip. Let's go, Mario. Kom op. Is het Kamek?
Is het weer freaking Kamek? Hij zegt, geniet van je vlucht. Ja, nee, doe eens even normaal. Nee, nee, Mario, spring. Mario, spring. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Nou, dat was het. Dat was het. Het einde van Mario Galaxy. Tot zover. Hoe gaan we Peach ooit vinden? Peach is naar een ander universum, jongens. Wij liggen gewoon hier lekker tussen de madeliefjes of zo te chillen. Maar kijk, Peach heeft iemand gestuurd. Ja, oh. Een konijn. Het konijn zegt, je bent wakker. Laten we spelen. Laten we spelen? Hoe bedoel je laten we spelen? Peach is net gestolen, joh. Ik wil me niet spelen. Oké, wat gaan we doen? Waar gaan we naartoe, konijntje? Moet ik... Oh, kijk hier, meer konijntjes. We gaan verstoppertjes spelen. We moeten ze alle drie vinden. En dan vertellen ze mij waar ik ben. Nou, dat is op zich wel interessant. Want dit is best een vrij klein planeetje eigenlijk. Is hier iemand? Ja, daar is iemand. Daar is iemand. Pak hem. Pak hem. Pak het konijntje. Pak het hoe gaan we het konijntje pakken dan? Moeten we op zijn bakken springen? Kom eens hier. Kom eens dichter. Ja, oké. We moeten hem gewoon pakken. We hebben hem, het konijntje. Konijntje nummer 1. En hij zegt, ik wist dat ik me had moeten verstoppen in de krater. Oh, moeten we nu naar de krater? Oké, dan gaan we naar de krater. Hier is de krater. Let's go! Oh, nee. Oké, ik dacht dat er een konijntje in zat, maar er zat geen konijntje. Zo, dit is wel echt trippy, jongen. Ik moet gewoon op z'n kop spelen. Hallo? Oké, we hebben nu een overzicht. Misschien daar, want daar zijn vlindertjes. Zou het kunnen zijn dat hier een konijntje zit? Nee, helaas. Als we deze zo bewegen, dan kunnen we al die sterren pakken. Dat is op zich wel handig. Laten we even in die buis gaan dan. Waar komen we dan uit? Dan komen we hier uit. Ja, het volgende konijntje. Pak hem. Oh, kom op, pak hem. Lekker Mario. Konijntje nummer 2. En hij zegt, die had zich ook willen verstoppen in de krater. Nee, in de krater zit niemand. Daar hoeven we niet zo bang voor te zijn. Maar wacht even, misschien bedoelen ze wel deze grote krater. Oh ja, zie je? Daar is die. Pak hem. pak hem, we hebben hem bijna. Kom op Mario, je kan hem. Kom op. Juist, kijk, toppie. Ik kan niet geloven dat ik mezelf heb laten vangen, zegt hij. Nou, maar nu ga je me vertellen waar ik ben. Want ik heb jullie alle drie gevonden. En het sterretje die zegt... misschien kan je mama wel echt helpen. Mama is Peach, hè? Mama is Peach, of niet? Laten we eens even kijken wat we hier moeten doen dan. Go. Oh ja, natuurlijk. Het is natuurlijk Rosalina. Rosalina! Yo! Hoe gaat het met jou nou, Rosalina? Rosalina, die zegt, ik hield jou in de gaten. Dit is de gateway to the starry sky. Oftewel, de weg naar de sterrenhemel. Of zo? Mijn naam is Rosalina en ik bescherm de kosmos. Om de Special One te redden, heb je de kracht nodig om door de ruimte te bewegen. En ja, krijgen we die kracht dan met Luma? Inderdaad, Luma kan ons die kracht geven. En wij mogen voor Luma gaan zorgen. Yo, Luma! What up? Daar gaan we, jongens. Lekker bezig. Nu hebben we de ability om te spinnen. En Rosalina die zegt, ja, het gaat allemaal niet goed. En misschien kan jij samen met Luna de Grand Stars gaan verzamelen. Mogen de sterren op je schijnen. Oh, Rosalina. Bedankt. Bedankt voor je hulp en tot later. Oh, kijk, met ei kunnen we dit ding kapot maken. Ja. Oh, en is dit al gelijk zo'n ster? Dit is een launchster. Dus deze lanceert ons ergens anders naartoe. Let's go! Wat vet. Ja, nogmaals, ik heb dit deel dus echt nog nooit gespeeld, jongens. Dit is mijn allereerste ervaring met Super Mario Galaxy. Echt niet normaal. En dit sterretje zegt, hey, goed je te zien. Ik heb wat slecht nieuws. Er is hier ook een launchstar, maar een meteor die heeft die launchstar beschadigd. We moeten starchips vinden om hem te maken. En we moeten niet in het zwarte gat zien te vallen. Oké, dat is goed. Dat is helemaal toppie. Yo, Goomba. Hoppakee. Eerste Goomba is verslagen hoor. Lekker. Kijk, hier hebben we alvast één zo'n stukje. Hier is een tweede stukje. En we moeten dus niet in dat gat vallen daar, want dan hebben we een probleem. Hier is ook een uppie trouwens. Nice. One up. Dat moet je altijd even pakken. Als je er toch langs loopt, dan moet je dat even pakken. Go, Mario. Go. Nog eentje. Maar we gaan dit ook even kapot maken, want ik wil even alles pakken. Wat is dit trouwens? Kan dit ook kapot? Nee, dit gaat verder niet kapot. Oké, dit is gewoon de vloer. Nog één stukje. Laatste stukje. En die zit hier. Nice. Alle vijfde stukjes gepakt.
En nu is de launchster weer gemaakt. En dat betekent dat als we hier naartoe gaan, dat we er gewoon tegenaan kunnen. En hoppakee, door naar het volgende stukje. Door naar deze meteor ding of whatever it is. Nee, het is natuurlijk geen meteor. Dit is een ruimteschip. Een soort van ruimtestation of zo. Go, 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 go. Kan dit ook kapot? Oh ja, dit kan ook kapot. Maar ik weet niet zo goed wat ik dan doe. Ik doe iets, maar ik weet niet wat. En dit is echt super weird of zo. Om op z'n kop Mario te spelen. Haal me hieruit. Een van die enemies moet een sleutel hebben. Hoppakee. Lekker Mario. Ja, kijk, deze heeft gelijk de sleutel. Nice. En het sterretje is weer vrij, hoor. Ik vind het toch wel heel erg leuk, jongens. Ik vind het toch wel behoorlijk vet, moet ik zeggen. Sterretje, yo! We moeten zijn vriendje redden die in die andere basis is opgesloten. En hij gaat zich veranderen in een slingstar. Dus als we nou tegen hem aankomen, dan hoppakee, kunnen we naar het volgende stukje toe. Let's go, let's do this. Woo! Nice. Zo, wat is dit allemaal, joh? Oh, kijk, daarmee stunnen we deze Goombas. Dat is wel nice, dat is handig. Kan ik hier op? Ik kan hier zeker wel op. Ik kan, moet alleen uitkijken voor de achterkant. Oh, wacht even. Oh, oh, jongens. Oh, oh, kom op, kom op. Ik heb een hartje nodig. Of kan ik ook hartjes krijgen door deze kristallen te verzamelen? Nee, hè? Volgens mij niet. Dat werkt volgens mij niet zo. Oké, dan gaan we deze nakken. Hoppakee. Die grote is denk ik iets te groot voor ons. Maar misschien kunnen we hier wel wat mee. Kijk, dat bedoel ik. Schop hem. Lekker. Nice. Lekker hoor. Die sleutel hebben we ook te pakken. Hoe kom ik aan al die sterrenfragmenten hier dan? Want ik kan ze volgens mij nu niet zo op deze manier pakken. Ik dacht dat je misschien moet timen. Dat je dit op het juiste moment moet timen. Maar laten we maar gewoon eerst even met hem gaan praten. Snel. Naar beneden. Oké, vriend. Laten we het doen. We waren al op je aan het wachten. Oké, dit is een grote ster. We moeten hem redden. Oké, let's go. Let's do this. Ze gebruiken de grote ster om deze verschrikkelijke machine kracht te geven. En hij is iets aan het maken. Maar wat is die aan het maken? We moeten iets doen voordat de grote ster's kracht is verdwenen. We moeten deze machine stoppen. Oké, nou dat kan je denk ik wel aan Mario overlaten hoor. Ah, kijk, moeten we dit allemaal op blauw zetten? Al deze dingen? Turn off the flip switches on the floor to turn down this machine. Ja, precies. Nou, daar was ik al mee bezig. Maar blijkbaar is er ergens nog één. Ja, kijk, daar is er nog één. Deze. Zijn er dan nog meer? Er zijn er nog meer, hè? Hier is er bijvoorbeeld... Nee. Waar zijn er nog meer? Is er hier nog één? Ja, kijk, daar is er nog één. Even geduld. Oh, kijk, we kunnen er gewoon zo op staan. Ja, en dan is er nog één. En die is dan hier tegenover. Die moet dan hier zijn. En dan is dit denk ik de laatste. Ja, kijk, hoppakee. Nice! De grote ster is bevrijd. Go Mario! Pak die grote ster! Nice! Onze eerste Grand Star! Woep woep! Dit is een momentje, jongens. Mijn eerste Grand Star in Super Mario Galaxy. Helemaal gestoord. Lekker hoor. What? Waar gaan we naartoe dan? Wat is dit? Wat is dit allemaal? Dit ziet er ook wel cool uit, jongen. Mario is gewoon een ruimtereiziger geworden. Een echte astronaut, man. Holy moly. Kijk. Oké. En toen? Is dit een krachtbron? Is dit een zon of zo? Moeten we deze zon weer kracht geven, zodat er inderdaad licht begint te schijnen overal weer? Het ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Het licht begint te komen, jongens. Jee, we hebben een ster. Super nice. En je hebt blijkbaar ook een star bit count. Ik weet nog niet wat je met de star bit count kan. Maar goed, dat gaan we wel achterkomen. En we hebben een nieuwe galaxy ontdekt. Nu al. Oké, cool. Hey, daar is Rosaline weer. En die zegt, de beacon die staat weer aan. Hij schijnt maar heel zwakjes, maar gelukkig zijn er een paar Luma's nu gered. En die zullen het wel overleven. En Rosaline zegt, dankjewel dat je de Grand Star hebt gered. Deze sterrenmensen zijn mijn familie en ze betekenen zoveel voor me. Welkom in de Kometen Observatorium. Dit is mijn huis. Oh, en het is ook het huis van de Luma's. Oké, hier woont Rosalina. En Rosaline die zegt, kijk, wij reizen door de sterrenlucht heen. En we komen door dit gebied elke 100 jaar. Maar toen werden we opeens gestopt. En er is een vreemde kracht. En die trekt alle starbits en de krachtsterren weg. Ons schip heeft aan kracht verloren. En hij is nu in een soort van een slaapstand. En hij kan niet meer bewegen. En degene die jouw Special One, oftewel Princess Peach, hebben meegenomen, die hebben ook de Power Stars meegenomen. En je ziet het op de achtergrond, dat is Bowser. En ze gebruiken deze kracht om het universum door te rijden, door te zweven. Want je rijdt natuurlijk niet in het universum. Rosalina heeft een verzoekje. Dit observatorium gebruikt krachtsterren. En met die krachtsterren komen er afbeeldingen tevoorschijn in de lucht, in de ruimte. En als ze dus meer powersterren gaan vinden, dan komen die tevoorschijn. En we moeten nu denk ik naar de dome. Dit is een dome. En daar observeren ze allerlei galaxies, allerlei universums. Maar er werkt er nu maar één. En dat is het terras. We moeten naar de terras
En daar moeten we de volgende Power Stars gaan halen. En als we dat doen, dan kunnen we de kracht van de Komeet Observatorium weer fixen. En dan kunnen we achter Bowser aan. Dus dat is onze taak. Lekker Power Stars gaan verzamelen. En ik had het net niet door, maar blijkbaar kan je met R, met deze knop, kan je dus je pointer resetten. Dus dan staat het stelletje weer netjes zo, hoppakee, in het midden. En wat is er dan gaande hier in de dome? Wow, dit is een donkere Luma. Dit is het oog van het observatorium. En vanaf hier kunnen ze naar allerlei sterrenstelsels kijken. En deze blauwe Luma, die verandert in een pool star. En daarmee kunnen we door naar andere galaxies. Oké, doe je ding, Luma. Let's go. Laten we samenwerken. En dan moeten we dus hierop richten en op A drukken. Hoppakee. En dan kunnen we nu kiezen, denk ik, waar we naartoe moeten. Maar we moeten denk ik sowieso naar de eerste. Want we hebben nog maar één Power Star gevonden. En dan kunnen we dus alleen maar naar dat eerste, ja, sterretje. Eerste planeetje. Cool, let's go. Good Egg Galaxy. Oh, gaan we Yoshi al vinden, jongens? Dat zou dik zijn. Deze Luma waarschuwt ons nog even, want er zijn boze krachten gaande. Maar we gaan toch lekker naar deze galaxy. Woehoe. We gaan naar Dino Piranha. Gaan we een dinosaurus vinden? En dat gaan we doen in de volgende video. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog als je deze Super Mario 3D All-Stars collectie wil. Oh, andersom. En ook als je meer Piet wil. Abonneer dan ook zeker even op dit kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickertune. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!